Super leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag ga ik jullie laten zien wat ik buiten het paardrijden nog doe aan sporten. Ik doe bijvoorbeeld heel veel trainen met een bal, met gewichten en beenspieren. Want dat zijn de dingen die je heel erg nodig hebt, ook bij paardrijden. Dus die wil ik graag extra ondersteunen. En ik ga jullie vandaag laten zien wat ik daarvoor doe. Ik ben laatst naar Drecht Dressage geweest bij Bastiaan. En ik heb van Bastiaan een paar oefeningen gekregen die ik zou kunnen doen. Bijvoorbeeld hier op mijn bal. Dat is met mijn voeten van de grond af rechtop zitten. En dan proberen om zo recht mogelijk te blijven zitten. En te zorgen dat de bal niet beweegt. Dan heb ik ook nog twee gewichtjes van 1,5 kilo die ik dan zo voor me moet houden. En dan de beweging van paardrijden na moet bewegen. Dat is erg goed voor ook je handen recht houden. En als er iemand dan voor je staat of je staat voor een spiegel, kan je ook kijken welke hand meer omhoog gaat of welke meer opzij gaat. Zo bijvoorbeeld, soms heb ik dan mijn handen zo of meer gebogen. En hiermee let je heel erg op met hoe je het doet. En ook als je aan paardrijden bent, moet je oppassen dat je niet aan één teugel veel meer gewicht hebt dan aan de ander. Daan zegt bijvoorbeeld altijd, heb aan de ene hand twee appels en aan de andere hand ook twee appels. En niet in de ene een hele zak en de ander een halve appel. Dus eigenlijk moet je altijd rekening houden dat je bij allebei hetzelfde gewicht hebt. Ik ga ook nog wat oefeningen laten zien zonder de bal. We hebben samen met Bastiaan gekeken welke oefeningen op dit moment bij mij passen. Waar ik aan moet gaan werken. Hier komt ook later meer over, maar dat kun je niet zien in de tv-serie van Horse & Country. Ik doe verschillende oefeningen, zoals op mijn plaats rennen, squatten, planken, opdrukken en iets dat lijkt op lunges. Ik doe dan ook een paar met gewichten en een paar zonder gewichten. En dat wissel ik dan ook steeds af. En ik doe zelf om de dag of één keer in de twee dagen mijn oefeningen. Ik doe buiten ook nog dingen zoals skaten en hardlopen. Normaal gesproken doe ik hardlopen samen met Alice. Alleen Alice heeft morgen al hard gelopen samen met mijn moeder, dus die is helemaal kapot. Ik doe met hardlopen soms wat stukjes hardlopen en soms sprintje trekken en dan ook stukjes lopen. Dus ik doe het verschillen. Het verschilt. Ik doe ook skaten, ik ben er niet heel erg goed in. Daarom heb ik ook kontbescherming voor als ik op mijn kont val, dat ik daar geen pijn heb. Vroeger heeft Rick op handbal gezeten, waardoor hij altijd zo'n broekje aan had. En nu gebruik ik hem. Dit zijn de dingen die ik doe om ook nog zelf fit te blijven, zodat ik beter met mijn paard kan omgaan. Heel erg bedankt voor het kijken, vooral een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Doei doeg! Doet. Hoi, doe je het? Hallo, doet hij het? Ik krijg op dit moment een melding binnen en ik heb vanochtend... Ja. Hoi! Ik heb vanochtend een banaan met yoghurt op.